Het is mooi dat het molen weer hersteld is in de zin van een nieuwe kap erop en dat hij weer kan draaien en malen. Maar het is ook goed dat we daar niet bij blijven staan. En het is wel in een tijd dat het financieel economisch allemaal even wat minder gaat. Ook subsidies van de overheid en ook subsidies van de gemiddelde overheid is allemaal niet meer zo vanzelfsprekend. Er zit nog een hele prestatie dat we nog 15.000 euro uit hebben kunnen strepen. En vooral ben ik ook blij mee dat we via de regio Noord-Veluwe van de provincie zo'n forse bijdrage hebben kunnen ontvangen. Ik zit zelf in de dames bestuur van de regio Noord-Veluwe namens Onderbroek. En Kees Duin is actief bij de regio Noord-Veluwe als het gaat om het regiocontract waarbij we projecten aandragen bij de provincie om daarvoor geld beschikbaar te krijgen voor onze regio. En het is fijn dat er toch zo'n aanzienlijk bedrag door de provincie beschikbaar is gesteld via dat regiocontract om deze molen nu ook verder functie te laten krijgen. Want daar gaat het in wezen om, dat de molen niet gewoon er om bestaat, maar dat het ook weer functie krijgt. Ik vind dat ook heel mooi verwoord in het document, dat het weer herstel wordt van de plek die het was. En dat is eigenlijk het doel waarna gestreefd wordt. Ik moet zeggen, de molen heeft natuurlijk een mooie naam wat dat betreft, de hoofd, dat geeft perspectief. Hoofd doet leven. Dus laat die naam van de molen vooral ons ook leidend zijn voor ons om verder te komen met elkaar. Veel waardering, dat wil ik ook nog natuurlijk uitspreken voor u als bestuur en bestuursleden. Om u hiervoor in te willen. Ik vind het persoonlijk ook heel erg mooi dat er ook nog dat de bestuursleden met name ook is die iets van oorsprong met deze molen. Bij de oorsprong blijft, maar ik begrijp, u wilt ook verder kijken dan dat. Ook om het hedendaags in te vullen. Een molen moet ook de functie hebben om in exploitatie zichzelf te kunnen bedruipen. Dus daar heb je functies nodig. En dan heb ik ook al functies voorbij zien komen die misschien toch even wat aandacht behoeven. Omdat er ook sprake is van de noodzaak van aanpassing van bestemmingsplan. In die zin sowieso heel goed dat u de buurt hebt uitgenodigd. Om het bestemmingsplan aanpassen. Daar valt volgens mij best wel over te praten. Maar je hebt ook wel draagvlak in de buurt nodig. Nou, het zijn allemaal niet van die schokkende plannen die u heeft, dus ik denk dat daar heel goed over doorgesproken kan worden. Om het ook toeristisch recreatief een functie te geven, maar nogmaals, het stemmingsplan moet daar wel op aangepast worden. De trouwlocatie sprak ook erg aan. We hebben meerdere trouwlocaties binnen de gemeente intussen, maar ik denk dat het een hele logische is om het te overwegen. Feestjes en partijen wordt al even weer wat lastiger. Maar daar moet het gesprek over inderdaad met elkaar vervolgen. Dat het bedoeld is om de functie een hedendaagse functie, om een hedendaagse functie te geven en om ook qua exploitaties in de been te kunnen houden, dan denk ik dat het heel gauw bij de binnenweg uitkomt, dat je de functies naartoe kent die voor een buurt gewoon heel goed mee te maken zijn, maar die wel ook wat levende brouwerij geven in de molen. En dat is ook wat je beoogt. Het moet geen statisch iets zijn, het moet wel een dynamisch gebeuren zijn, wat ook past bij het karakter van zijn omgeving. En ik wil u graag heel veel succes toewensen met die plannen. Nogmaals, zeer veel waardering voor de inzet en de betrokkenheid bij dit prachtige project. Daar wijst u niet alleen de familie in dienst mee, maar de hele gemeenschap, kan ik u verzekeren, want de hoop is wel een begrip in Onderbroek. Wat echt bij iedereen bekend is, het hoort gewoon bij Onderbroek, het hoort ook bij de Zuiderzeestertrechtelijk gedeelte. En het is gewoon heel mooi als dat weer niet alleen toonbaar is, maar ook mooi functioneel gaat worden en dat het ook echt leven teweeg brengt. En nogmaals, als gemeente zijn we er zeker bereid om daar heel constructief met u in mee te denken. De omgeving kunnen doen, dan hoop ik, met heel veel hoop en ook heel veel verwachtingen en vertrouwen, dat we met elkaar een mooi succes kunnen maken. Veel succes toegewenst, dank u wel.
wel, hè? Wie? De Italianen, hè? Ja, in Nederland werd wel de. Ja, dat is vanaf wel. Ja, ja, we gooien alles in één keer, maar die verjaardag, weet je wel, voor de pasta. Ja. Nou, gewoon, dat is een typo 0-0. We staan hier op een historische dag bij Korenmolen De Hoop in Oldebroek. 2012 werd de kap en de wieken geplaatst en vandaag is de molen in werking gegaan. En ik sta hier met burgemeester Hogedoorn en met de voorzitter van de nieuwe stichting van Molen De Hoop, met mevrouw Anneveld van Wezel. Mevrouw Anneveld, het is een bijzondere dag, want de molen draait, hij werkt en hij is uit de prinsstand. Of hoe noemen we dat in molenaarsbegrippen? Sinds de restauratie draaide de molen voor de prins. Dat wil zeggen, hij draaide wel, maar hij werkte niet. En nu, sinds vandaag, draaien de molenstenen ook weer en wordt er weer meel gemalen. Ja, u bent nieuw in onze gemeenschap, maar achter de schermen, heb ik begrepen, heeft u samen met de familie Blauw al hard gewerkt aan het realiseren tot wat hier vandaag gerealiseerd is. Ja, we hebben een boel ambitie met de molen en vooral ook met de bijgebouwen om hier weer een functionerend complex van te maken van en voor de Oldebroekse samenleving. En daar maken we multifunctionele ruimte waar veel mensen hier uit de buurt gebruik van kunnen maken, waar we verschillende initiatieven kunnen ontwikkelen, zodat de molen weer een plek in Oldebroek gaat krijgen van en voor iedereen. Ja, burgemeester, als burgemeester van Oldebroek staat u ook op een historische plek hier in deze gemeente, op de molen hier in Oldebroek. Ja, wat heeft de gemeente en wat heeft de gemeenschap in het algemeen bijgedragen aan wat hier gebeurd is? Wie heeft er zo aan meegewerkt dat dit allemaal realiseerbaar is? Nou, in deze tijd kun je dit soort projecten natuurlijk niet doen zonder subsidies om het weer functioneel te krijgen. We hebben als gemeente Oldebroek daar €50.000 aan willen kunnen bijdragen. En via het regiocontract hebben we van de provincie ook 2,5 ton mogen ontvangen. Om de zaak weer in bedrijf te krijgen. Want waar het om gaat is dat de molen niet alleen maar gerestaureerd is, maar dat hij ook weer functie krijgt in zijn omgeving. En dat heeft mevrouw zojuist verwoord. En ik ben heel blij met het bestuur en de ambities die het bestuur daarin heeft. Want de molen is maar een molen als hij alleen maar staat te staan. En het is mooi, en dat vind ik ook een mooie ambitie van het bestuur, dat ze op zoek zijn naar herstel van de plek van de molen in de samenleving. En dan niet alleen maar vanuit de oudheid, maar ook hedendaags, om het weer een functie te geven. En dat vind ik een heel goed voornemen en ik denk dat we er goed aan doen om daar met elkaar de schouders om te zetten om dat voor elkaar te krijgen. Zodat de molen, wat echt een begrip is in Oldebroek, ook echt weer gaat leven in onze gemeenschap. Ja, vandaag is de handtekening gezet. Mevrouw, wat gaat er zoal gebeuren? Wat zijn de eerste plannen rondom deze draaiende molen? We hebben een voorlopig ontwerp gemaakt met de, wat ik daarnet al noemde, die multifunctionele ruimte. En we gaan zoeken naar invulling daarvoor. En dat kan op alle mogelijke manieren zijn, als een werkplaats of als een zalenverhuur of wat dan ook. En misschien zelfs als een trouwlocatie. Dat zou een hele leuke invulling zijn. Kortom, we hebben alle mogelijke plannen. We roepen eigenlijk voornamelijk ook de medemens uit Oldebroek hier op om met ideeën te komen en met ons samen dit ding weer aan de praat te krijgen. Als het om subsidies gaat, dan is er meestal ook een inspannings- en een prestatieverplichting. Wat is de eerste prestatieverplichting, inspanningsverplichting die jullie gaan realiseren hier specifiek met de gebouwen? Wat we nu, de eerste prestatieverplichting was hem weer maalvaardig krijgen. En dat is vandaag gelukt. Dus dat was de eerste slag. Het volgende is dat we tegen het eind van het volgend jaar de herbestemming van de bijgebouwen op orde zullen hebben. Oké, nou, we hopen dat we zien in ieder geval dat hele mooie plannen zijn die u ook vandaag gepresenteerd heeft. En ik neem ook aan dat burgemeester, dat wij als Oldebroeken met z'n allen achterstaan achter dit mooie historische gebeuren hier in Oldebroek. Achter het historische gebeuren staan we zeker achter. Ik heb wel één kanttekening bij geplaatst. De plannen die het bestuur heeft, vind ik zelf aansprekende plannen. Ik heb ook gezegd, het is goed dat ook de buren erbij uitgenodigd zijn. Want er zitten soms wel functies bij, ook in de sfeer van feesten en partijen, waarvan je af moet vragen, is dat verstandig? Misschien in beperkte mate wel, maar daar heb je ook draagvlak voor de omgeving voor nodig. We moeten daar ook op bestemmingsplan voor aanpassen. De gemeentebestuur staat daar positief tegenover, maar we moeten het wel in gesprek met de omgeving, althans vooral het bestuur moet dat in gesprek met de omgeving kijken in hoeverre je draagvlak hebt voor je plannen. Maar dat het goed is om daar een levende brouwerij te organiseren, tot op een bepaald niveau, dat zijn we met elkaar denk ik allemaal wel eens.
Maar het moet wel passend blijven bij het karakter van de molen. En ik denk dat er hele mooie invullingen aan te geven zijn. Trouwlocatie lijkt me sowieso een goede suggestie. Maar er zijn heel veel meer plannen genoemd waarvan ik denk dat het zeer kansrijk is. En laten we niet vergeten dat de molen een naam heeft, namelijk De Hoop. De Hoop doet leven, hoop doet leven en dat geeft perspectief. Ja, de hoop terug midden in onze samenleving. En we hopen dat wij, maar ook alle anderen, komen genieten hier van dit prachtige monument hier in onze gemeente Oldebroek.